meneer Drees. Meneer Romme, ik ben net bezig ministers te kiezen voor mijn kabinet Drees 4. Ik dacht, lekker hetzelfde als Drees 3. Ja, daar kwam ik voor. Meneer Van Thiel die wil niet nog een keer. Verdorie. Welke man uit uw partij wordt dan minister van maatschappelijk werk? Ah, meneer Romme, hier bent u. Even stil, mevrouw Klompé. We zoeken een ervaren en hardwerkende man. U vroeg mij om een overzicht van alles wat ik heb gedaan voor deze partij in de Tweede Kamer, de Verenigde Naties en Europa. Een man die oog heeft voor armoede. Ik was net op bezoek in het rusthuis voor ouderen. Wij verwaarlozen onze bejaarden. Een man die vecht tegen ongelijkheid. En ik heb zo'n afspraak met vriendinnen over hoe erg het is dat sommige vrouwen alleen maar bij hun man blijven omdat ze anders in hun eentje zonder geld komen te zitten. Ja, gaat u gezellig kletsen, beste, met uw vriendinnen, mevrouw Klompé, dan denken wij na over een hardwerkende man met oog voor armoede en ongelijkheid die minister kan worden. Dat ben ik. Nee, u bent een vrouw. Dag, mevrouw Klompé. Wij zoeken even verder. Dat kan toch anders, man. Dat kan toch anders, man. Help de geschiedenis vooruit, omdat het altijd anders kan. Hallo, Hollandse politici in 1956. Wat is hier aan het handje? Ik zoek een hardwerkende, betrokken minister. Ik ben perfect voor die baan, maar er wordt niet naar mij geluisterd. Ik zie een mannetjeskabinet en een slimme meid die wordt overgeslagen. Dat kan toch anders? Drees, je ideale minister staat al tegenover je, Marga Klompé. Oh. Samen gaan jullie opkomen voor de armen en onze oma's en opa's. En maken jullie de Nederlandse verzorgingsstaat. Oh. Zij is zo gewoon gebleven. Maar wat is dit bijzonder? Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Ja, ja. Ja, dat zeg ik net, maar waarom luistert u wel naar hem? Ja, dit is het, dat kan toch anders, man? En waarom is de eerste vrouwelijke minister zoiets bijzonders? Waarom gebeurt dat nu pas? Helaas, ik moet er weer vandoor, want het is altijd wel ergens iets mis met die geschiedenis. Tabé, Marga Klompé, mag ik u zoenen? Ik doe het gewoon. En de heren ook natuurlijk, want iedereen moet gelijk behandeld worden. Regeer ze, Marga. You rule. Omdat het altijd anders kan. Goed, mevrouw Klompé, laten we het maar met u proberen. Ik doe het. Ondanks uw gebrek aan enthousiasme. Als het over 2 maanden nog niet veranderd is, ben ik hier zo weer weg. Hadden vrouwen altijd al een eigen mening of is dat iets van de laatste tijd? Zeg, ik ben erbij, hè? De eerste vrouwelijke minister in 1956. Dan hebben we over een paar jaar een vrouw als minister-president. Tja, dat kan nu niet lang meer duren.